We zijn gearriveerd bij de eerste oude man. Ik heb zijn naam niet verstaan, woont in een prachtig hutje. Deze man wordt ondersteund door het Adopt a Granny project. Hij heeft hier een kleine boerderij. Ik ga het gesprek met hem aan, ik ben heel benieuwd. Jutamari, Amburu, Namburu Nyasa, Njimachi Ramandi, Norewana, Wakewake Jandi, Wana Kekoamiao, Wachika, Noreo Mindi. Hij is 86 jaar, heeft een heel levensverhaal achter zich. En moet je je voorstellen, ben je 86, woon je dus alleen in je hutje. Je dochter met je kinderen, of met je kleinkinderen en achterkleinkinderen woont tegenover je. Je komt in een ruimte, daar denk je dat is een geitenstal. Het is ook een geitenstal, maar tegelijkertijd is de keuken en de slaapkamer voor de andere kleinkinderen als ze komen. In Chili. Sukari. Shumbi. Unganga no. Uwarianga ikindu. Nsele. Ntandunji. Ntandunji natarawa timba cheno shayaru. En zo'n dankbare man die gewoon laat zien van de impact die de hulp heeft. Dat hij nou gelukkig is, ondanks dat zijn huis op instorten staat. Dat hij wel de aandacht krijgt en dat hij de hulp krijgt. Zo'n man heeft alles meegemaakt, net geboren na de Eerste Wereldoorlog. Heeft alle ellende van de wereld gezien. En nu een stukje dankbaarheid. Ik wil het niet.